Hi, ik ben Marlies. Ik werk sinds dit jaar op het Spinoza. En ik doe vooral mijn broedplaats om ook het Amsterdamse te leren kennen. Ik ben Wessel van der Wal. Ik ben muziekdocent op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Vorig jaar heb ik het hele traject van de broedplaats doorlopen. Het eerste traject, en dat was bijzonder inspirerend en leuk. En ik heb mij met veel enthousiasme opgegeven voor het tweede traject. En ik kijk er enorm naar uit om iedereen te leren kennen. Jan-Paul Beekman, rector-bestuurder van het Spinoza Lyceum en Spinoza 21st. De broedplaats is een plek waar alle docenten aan mee moeten doen. Waar je 10 keer per jaar ondergedompeld wordt. Waar je met elkaar over onderwijs gaat praten, over samenwerking. En volgens mij is dat in deze stad heel hard nodig. We hebben een super jaar gehad met de club waar we mee begonnen zijn. En we gaan nu een tweede en een derde ook beginnen. En het Spinoza Lyceum en Spinoza 21st, ja, de leukste scholen van Amsterdam, die doen hier natuurlijk volop aan mee. Nou, mijn naam is Daan Dievendal, ik geef aardrijkskunde op het Spinoza Lyceum. Verder ben ik mentor van de brugklas en ik wil dat we dingen anders gaan doen, dat we dingen op de kop gaan zetten, zodat ik en vele leerlingen met mij eindelijk kunnen landen. Mijn naam is Bab Sierag, ik ben locatiedirecteur van Spinoza 21st. Nu gaan we ons vierde jaar in, dus we zijn nog heel erg in ontwikkeling. Dus ook veel onderzoek aan het doen en dat doen we heel graag in de broedplaats. Want samenwerken met andere scholen, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik ben Saskia van Heugden, ik geef les op het Spinoza Lyceum. Ben docent kunst en ontwerp. De een vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. En daarom vind ik het zo interessant om wat diepgaander met andere mensen over onderwijs na te denken. Mijn naam is Igor Volmerg. Ik werk sinds dit jaar op het Spinoza Lyceum als afdelingsleider HAVO. Ik doe mee met de broedplaats omdat ik denk dat het goed is om met elkaar in verbinding te komen en daar mooier onderwijs van te maken. Ik ben Mehmet. Ik geef geschiedenis. Ik ben ook oud-leerling. Ik ben Judith van der Boom, afdelingsleider van de HAVO, bovenbouw. Ik ben Lisbeth en ik geef biologie. Ik ben Gunjan Dinder, 30 jaar. Ik geef al 4 jaar op Lumion les. En vorig jaar nam ik ook deel aan de broedplaats en het viel me zo enorm. Dus ik wilde dit jaar verder mee doorgaan. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ben Levi Heijnemeyer. Ik geef wiskunde op het Lumion. Dit is mijn 5e jaar hier op school. En eerste jaar bij de broedplaats. We hebben op school een lerende cultuur als docenten. Dus je bent nooit uitgeleerd. Dus daarom doe ik het mee aan deze broedplaats. Mijn naam is Jip. Ik ben docent Nederlands. Vorig jaar zat ik ook in de broedplaats. Kijk, wij zijn een nieuwe school met vernieuwend onderwijs. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met andere vernieuwende scholen zijn. Dat we van elkaar kunnen leren. Met Debbie Roquette. Ik geef Nederlands op de OSB. De broedplaats, omdat ik denk dat het waardevol is om met jullie te praten over de uitdaging, maar ook de mooie kanten van lesgeven in Amsterdam. Ik ben Mijar Popa, ook werkzaam op de OSB, docent geschiedenis. En ik wil graag bezig zijn met bij de broedplaats om dingen van jullie te leren over schoolzaken waar je in eerste instantie niet over nadenkt op de OSB. Ik ben Esther Taal, ik ben gymnastiekdocent, maar dit jaar deelschoolleider in de onderbouw. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar de broedplaats en ik hoop dat het mij heel erg zal inspireren bij mijn werk en op school. Veel plezier allemaal. Ik ben Amber. Ik heb heel weinig slaap gehad. Ik werk op de Open Schoolgemeenschap Belmer. Und ich unterrichte Deutsch. Ik was vorig jaar ook al bij de broedplaats en ik heb er dit jaar weer heel veel zin in, want vorig jaar heeft het me enorm veel energie gegeven, inspiratie gegeven. Ik heb hele leuke collega's van andere scholen ontmoet en ontzettend veel geleerd. Dus ik wilde er dit jaar weer bij zijn en ik ben heel benieuwd wat we dit jaar met elkaar gaan ervaren. Als ik echt op z'n Holland mijn naam ga uitspreken, dan lukt dat niet. Doe maar. Dat is echt een heel mooi shot. Sorry.